Bij het begin was liever koeken en speculaas. Maar naar heel veel speculaas eten doen we niet meer. Ja, Michel werkt al 4 jaar met veel plezier in deze bakkerij in Bunschoten-Spakenburg. Hij zorgt dat alles op de juiste plek staat, bakt de koeken in de oven en pakt ze ook in. Ja, het is wel leuk, gezellig hier. Ik heb mijn zin natuurlijk. Dus ik heb leuke collega's, ik ben er blij mee. En baas Kevin is blij met hem. Net als veel andere bedrijven in het dorp is Kevin dankbaar voor het werk dat zijn Poolse medewerker verzet. Ik denk dat je in Bunschoten best veel productiebedrijven hebt, onder de visindustrie en de bakkerijen. Dat een Poolse arbeidsmigrant of sowieso de arbeidsmigrant is onmisbaar in Bunschoten. Dat hebben ze te hard nodig. Dus er zijn ook de goede voorzieningen voor die mensen moeten treffen. Dit pand moet het tweede Polo-hotel in Bunschoten worden en helpen de overlast in de rest van het dorp weg te nemen. Want hier zijn Poolse arbeidsmigranten de afgelopen jaren vaak tegen de regels in met te veel in hun huis gestopt. Wat heeft geleid tot overlast, mishandeling en in dit huis zelfs tot een dodelijk incident. En ik snap ook wel dat de politiek ze daarom uit het dorp wil hebben. Maar ja, het is een beetje raar om het dan op de stoep van maar een paar bedrijven te zetten. Marion is een bezorgde ondernemer. Zij had samen met een aantal anderen graag gezien dat er achter het beoogde Polen Hotel een extra weg naar het andere hotel zou lopen. Zo zou zij zo min mogelijk van het extra verkeer op haar terrein krijgen dat op de huidige weg uitkomt. Maar die extra weg lijkt er niet te komen, tenzij de politiek anders bepaalt. De gemeenteraad stemt vanavond over de komst van het Polen Hotel, met of zonder extra weg.